Welkom bij weer een nieuwe tutorial. Vandaag laat ik zien hoe ik deze triple call heb gehaakt. Deze is af. Ja, hij is heel groot. Ik moet even hoesten hoor, wacht even. Zo, hij is heel groot. Ik heb hem gehaakt met 3 bollen Papatja batik. En dit is kleur nummer 55408. Die heb ik al een tijdje in huis. Dus ik weet niet of Desiree precies deze kleur nog heeft. Ik denk het wel. Desiree heeft heel veel Papatja batik. En ik vind het fantastisch garen. 100 gram is 360 meter. Het is een 100% acryl. En hier staat dat je hem haakt met naald 3 en breien met 4, 4,5. Maar het is maar net wat voor effect of dat jij wil. Ik vind zelf, als ik hem met naald 3 ga haken, dan wordt het heel strak. Voor mij naald 4, 4,5, dat past beter. Het is maar net hoe jouw hand van haak is. Maar ik heb hem triple call genoemd. Niet alleen omdat ik 3 bollen Papatja batik heb gebruikt van Desiree, link in de beschrijving. Altijd even kijken hè, in de beschrijving. Maar ik ga ook 3 draden gebruiken. En hij kan 3 keer om mijn nek. Dus 3 bollen, 3 draden, 3 keer om mijn nek. De triple call, vandaar de naam. Ik haak dit met 3 draden, dat zei ik al hè. En haaknaald 8 mm, maar je kunt er zelfs voor kiezen om een 9 of een 10 mm te gebruiken voor 3 draden Papatja batik. Dat kan ook. Ik ga nu eerst iets vertellen over het patroon zelf en dan gaan we haken, want het patroon is echt super simpel. Je haakt een losse ketting en bij deze kol voor mij, zodat hij 3 keer om mijn nek past, heb ik een losse ketting gehaakt van 2,5 meter. Ongeveer 2,5 meter. Het aantal steken is totaal niet belangrijk. Het gaat erom dat die kol 3 keer om je nek past. Dus voor mij 2,5 meter. En dan halve stokjes haken. En de ronde niet sluiten, maar continu doorhaken totdat je 3 bollen op zijn. Zo simpel is het. Iedereen moet dit kunnen. Nou, laten we gauw gaan beginnen, want dan laat ik eerst in vogelvlucht zien hoe je 3 draden uit 1 bol kunt halen. En de link naar die methode, die staat ook onder in de beschrijving. Die heb ik van Siem, van Made by Siem. En zij noemt het, geloof ik, de S-methode. Maar de link onder in de beschrijving, daar legt Siem het echt perfect uit. Nou, daar gaan we. Ik heb mijn eerste bol Papatja. En ik haak bij de Papatja graag van buitenaf. Omdat die bollen, ik vind ze vrij losjes gewikkeld. En als ik dan van binnenuit begin, dan stort die hele cake in, of die hele bol stort in, en dat raak je in de knoop. Maar dat is iets persoonlijks, hè? Dan moet je gewoon voor jou weten, het maakt niet uit waar je begint. Nou, en dan gaan we 3 draden maken. Ik heb hier het uiteinde en ik ga een soort S maken. Kijk, het draadje is ook, ik had al wat tevoorschijn gehaald. Een soort S, de S-methode. Zo, kijk, zo heb je een S. Zie je dat? Een beetje fantasie. De S. Dan pak je die draden, pak je samen. Ik maak even iets groter, want dan wordt het wat makkelijker. Zo. Je pakt die 3 draden, die leg je bij elkaar. En kijk eens, 3 draden uit 1 bol. Hier zit het uiteindje. En dan maak ik een knoopje om een lus te kunnen maken voor op mijn haaknaald. Zo. En dan haak ik met 3 draden tegelijk. Alleen kijk, hier eindigt het draadje, zie je dat? De lus. En dan gaat hij hier in 1 draad verder. Dat is niet de bedoeling. Je wilt continu 3 draden hebben.
Dus wat je dan doet, je neemt die lus. Dan ga je met je duim en wijsvinger in. Je pakt die ene draad die naar de bol gaat. En die trek je er doorheen. Zo. En dan kun je gewoon verder. Want de lus is verlengd. Dus dan doe je zo. En dan haak je zo weer verder. En dan ben je weer bij het eind van de lus als je aan het haken bent. En dan doe je het opnieuw. En dan kun je eindeloos mee doorgaan. Nou, ik ga een losse ketting haken. Ik ga nu geen 2,5 meter maken hoor. Want die kool heb ik al gehaakt. Dit is alleen voor het voordoen. Die drie draden haak ik dus als één draad. Wel alle drie doorhalen. Zit ik door mijn camera te kijken en dan let ik niet zo goed op. Gewoon drie draden gebruiken alsof het één draad is. En dan haak je zo'n 2,5 meter aan lossen. Echt, je hoeft ze niet te tellen, want er zit niet echt een steekpatroon in waar je een bepaald aantal steken voor moet hebben. Kijk, ik ben weer bijna aan het eind van de lus, dus ik pak weer wat garen erbij. Zo. Leg ik weer even klaar. Bijna aan het eind. De lus, de draad. Ik trek hem erdoor. En ik trek hem weer lang. De lus, zo. En dan heb ik hier weer drie draden waar ik mee verder kan haken. De S-methode. Geleerd van Siem, van Made by Siem. Nou, ik doe er wel een paar. Nou ja, een paar. Ik maak wel een stukje losse ketting, want ik wil hem straks zo rondhaken. En dan moeten jullie natuurlijk wel zien dat het ook echt rond is, weet je wel. Dat het geen... Ik haak er gewoon een stel. Losse. Doe jij dat ook, tot je 2,5 meter hebt, ongeveer. Verleng die lus zoals ik heb laten zien en ging het te snel. Ga dan naar die link onder in de beschrijving, naar Made by Siem. Dan kun je op je gemak dat eerst onder de knie krijgen en dan je losse ketting haken. Vergeet niet op tijd je lus weer te verlengen, dat je weer drie draden hebt. Zo. En dan kun je weer verder. Nou, ik kom bij je terug als ik zover ben. En als ik mijn losse ketting lang genoeg vind om het voor te doen. Nou, ik vind hem lang genoeg zo. Ik kan zo heel mooi laten zien hoe of dat je de kool haakt. Nou, je hebt je 2,5 meter. Dan ga je naar het begin van je losse ketting. Maar dat doe je terwijl je de draaiingen er dus uithaalt. Je zorgt dat continu die veetjes naar je toe kijken. Dan zit hij niet gedraaid. Dan pak je het uiteinde. Zo, van onder naar boven. En je draait hem van boven naar beneden. Dus een halve slag. En dan in de eerste losse, daar maak je een halve vaste. Onder drie draadjes door, hè? Dus misschien even wennen in het begin, maar valt op zich wel mee. Zo. Dan heb je de omtrek van je kool. En die zou dan dus zo drie keer om je nek moeten kunnen. Zo. Drie keer. Anders is het geen trippelkool. Nou, het patroon. Je begint de eerste rij. Die kan een beetje lastig zijn omdat je in de losse in moet steken. Dat is het enige, verder niet. Je doet één losse. Je slaat om. En in de volgende steek, dus niet in de steek waar je gesloten hebt, maar de volgende losse, daar steek je in. En zorg ervoor dat je onder die drie draden heen gaat. En je maakt een half stokje. Dus lus ophalen, omslaan en door alle drie de lussen. En haak losjes. Als dit niet zo losjes lukt, neem dan een dikkere haaknaald. Omslaan, volgende lossen, weer insteken, lus ophalen, omslaan en door alle drie die lussen. Het zijn halve stokjes. Dat doe je helemaal
rondom totdat je bij het eind bent. Dus nogmaals, het aantal steken is helemaal niet belangrijk. Ik maak weer een langere lus. En je gaat zien, door het kleurverloop ga je hele leuke effecten krijgen. Doordat je van één draad drie draden maakt. Zo. En maak die lus niet te lang, hè, die drie draden. Want dat gaat in de knoop zitten, echt waar. Ga je ruzie mee krijgen, dat wil je niet. Je kunt beter een keer extra die lus doorhalen, zodat je weer een lange draad krijgt, dan dat je een half uur bezig bent om die draad uit de knoop te halen. Zij ze uit ervaring. Dus in iedere losse insteken en losjes en luchtig het halve stokje haken. Gebruik de dikte van je haaknaald. Trek niet te hard aan je draad. Gewoon lekker. Wees lief. Wees lief. Voor je haaknaald, voor het garen, voor je project. Gewoon lief zijn. En dan helemaal rond tot je hier op het einde bent. Nou, ik ben bijna rond, zie je dat? Ik heb hier nu nog één losse zitten. Kijk. Onder die drie draden door. Ik maak nog een half stokje. Ja. En dan heb ik hier die steek waar ik mee gesloten heb. Dat is de halve vaste, zeg maar. En daar haak ik er ook nog één in. Zo. En nu. We gaan niet sluiten. We gaan ook niet insteken, maar we gaan tussen de halve stokjes in insteken. Dus ik zoom in, zo. Ik sla om. En dan heb ik hier die ene losse. Zie je dat? En hier het eerste halve stokje. En nu friemel ik dat even open. En dan kan ik hier precies er tussenin insteken. En daar ga ik gewoon verder met het volgende halve stokje. Omslaan. Kijk, hier heb je de steek van dit halve stokje. Hier het veetje. En dan zou je hier insteken, maar dat doe je niet. Je gaat eronder. Dus tussen die twee pootjes in. Lus ophalen. En je halve stokje maken. Omslaan. Ertussenin. Dus niet in de steek insteken, maar echt ertussenin. En haak niet strak, hè? Als het moet, neem echt een dikkere haaknaald. Je wilt geen plank om je nek. Je wilt een lekkere, warme, zachte kool. Nou, en eigenlijk, dit is het. Meer is het niet. Halve stokjes tussen de steken in. Lekker losjes. Geniet van het kleureneffect van die drie draden van de papatje. Kijk. Ik vind dit echt... Oh, er staat nog helemaal ingezoomd. Wacht even. Zo. Ik vind dit effect zo echt heel leuk. Kijk, het wit is even lastig, hè, met filmen. Dat schittert heel erg, maar ik kom nu bij een donkerder stukje. Omslaan. Tussen dus twee steken in. Niet in de steek, maar ertussenin. En dan lijkt het alsof je een soort van puffsteek aan het haken bent. Doordat je drie draden gebruikt, lijkt het net een puffsteek. Ik vind het zo leuk en door het kleurverloop krijg je hele leuke effecten. De triple call. Ho, was ik bijna... Bijna mijn lus kwijt. Zo, weer een stukje. En je merkt er niks van, hè, dit stukje. Je haakt gewoon verder. En met het haken en ook... in je werk zelf, je merkt er niks van dat daar die lus is doorgehaald. Je kunt gewoon verder.
Zie je het? Nou, ik ga dit nog een stukje verder doen. Dat je echt een beetje het effect kunt zien. En dan kom ik terug en laat ik zien hoe of dat je eindigt. Als je derde bol op is. Nou, ik denk dat je het effect nu wel goed kunt zien. Zo. Ik vind het... Het heeft iets weg van puffsteken. Maar dan lekker met halve stokjes en tussen de steken ingestoken. Kijk. Zo lang, hè? Zo. Zie je het? Er tussenin. Nou, als je dan de hoogte hoog genoeg vindt. Hè? Ik zal bij deze tellen hoeveel rondes ik heb gedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rondes. Ongeveer. En toen was mijn bol, mijn derde bol op. Nou, wat doe je dan? Ik ga nu net doen alsof dit het eind van mijn bol is. Ik heb nog een stukje lus. Zo. En ik doe nu gewoon ergens als mijn bol op is. Het hoeft niet per se bij het begin van de ronde. Dat hoeft helemaal niet. Je doet nu twee vaste. Ook weer tussen de steek insteken. Een vaste. En nog een vaste. Zo. En omdat dit niet echt het eind van mijn bol is, knip ik mijn draadje even af. Zo. Knip hem door. Hoeft niet, maar... En nu trek ik de lus omhoog. Dan komt er één draadje uit mijn vaste. Pak ik een naald erbij met een groot oog. Want er moeten drie draden doorheen. Even goed kijken. Jij ook. Kijk, drie draden. Pak je je werk. Je slaat de volgende sla je over. En je gaat naar die erna. Dus één steek overslaan en die erna. En dan ook weer ertussen insteken. Met je naald. Aantrekken. Door het veetje naar beneden. En dan de overgeslagen steek, daar steek je ook weer in. Naar achteren toe, zodat je achteruit komt. En dan heb je hier keurig netjes een V. Je kunt hem nog iets aantrekken. Dat hij ongeveer dezelfde grootte heeft als de V'tjes van je halve stokjes. En dan kun je dit zo wegnaaien. Naai van boven naar beneden. Zo. En dan weer terug naar boven. Twee of drie keer, dat is genoeg. Zo. Draad afknippen. En dan onderaan nog. Kijk hier, deze. Je begindraad. Ik vind het prettig om dat ene lusje door te knippen, maar dat hoeft niet per se. Je kunt het ook gewoon zo laten. Ook weer je naald. Oh, dat ging makkelijk in één keer. En ook deze naai je vast. Gewoon naar beneden. Wacht even, zo dan. Ik ga deze kant op. Ik sla één steek over en ik ga bij de volgende in de lossen, zo. En ik ga terug naar waar die uitkwam. En weer naar achteren. Zo. Zo netjes mogelijk. En dan weer van boven naar beneden. Van beneden naar boven, hoe wil je het noemen. Draadje wegnaaien. Een stukje afknippen. En dan heb jij een triple col. Deze is in het klein. Alleen maar om te laten zien. En nu zeg je van, oh, maar hier zitten meer rondes dan daar. En met dit kleine stukje valt het op.
Maar als ik die grote kool erbij pak en die heb je dan drie keer omgeslagen, dan valt het gewoon niet op. Kijk, dit heb ik niet netjes weggenaaid. Zie je dat? Heb ik niet netjes gedaan. Moet ik nog even bijwerken. Wat kan ik nu wel even doen? Wacht even hoor, waar is mijn naald hier? Niet vergeten, want ik wil deze kool echt gaan gebruiken. Is lekker warm. Oké, kom naar beneden. Zorgen dat hij aan de buitenkant niet te zien is. Eigenlijk aan de binnenkant ook niet. Gewoon dwars door de steken heen. Zo, dat is beter. Zo, laat hij niet meer los. Waar is mijn schaar? Hier is mijn schaar. Dus, ik kon zo'n 14 ronden halen. En dan is hij ongeveer bij mij 20 centimeter. Iets minder, 19. En dat is genoeg, want hij zit drie keer om je nek. Dus dat is hartstikke warm. De losse ketting was hier bij 2,5 meter. Nou, dat is dus dubbel geslagen. En dan hou je zo'n 1,25 hou je over. En dat kan dan weer zo drie keer om je nek. Ik wens jullie heel veel haakplezier en draagplezier. Papatja Batik bij sieraden en zo. Ik heb dit garen gewoon zelf gekocht. Is niet gesponsord. Link in de beschrijving. De link naar de S-methode in de beschrijving. En voor mezelf zou ik zeggen, willen jullie je abonneren? Duimpje omhoog. Laat even weten wat je van deze tutorial vindt. Of dat je hem gaat maken. En Facebook ook en zo. En er staat een hartje voor dankjewel als je dat wil. Hoeft niet, mag. En verder zie ik je heel graag terug bij een volgende tutorial.